Hey allemaal, Barbara hier van To Be In Balance en de HSP Ondernemerscoach. De vorige keer heb ik het met jullie gehad over aarde. Wat dat nou is en hoe je dat nou doet. Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over waarom aarding nou zo belangrijk is voor een hooggevoelig mens. Of jij nou kind bent, volwassene, ondernemer of niet. Aarding is eigenlijk waar elk hooggevoelig mens zijn dag mee zou moeten beginnen. Maar waarom is dat nou? Om die vergelijking goed te kunnen maken, vergelijk ik het vaak met een boom. Stel, je hebt een oude, grote boom en deze boom heeft alleen maar oppervlakkige wortels. Als er dan een hele grote storm langskomt, zoals vorig jaar gebeurd is hier in Sonsbeek Park, dan gaan al die bomen dus gewoon om. Dat is ook wat er gebeurt met jou als hooggevoelig mens op het moment dat je niet goed geaard bent. Bij alles wat er langskomt, elke situatie die langskomt, de emoties die langskomen, alles is jou gewoon heel snel te veel. En dan val jij om. Maar als jij nou goed geaard bent en je hebt goede wortels gemaakt, dan sta jij letterlijk steviger in je schoenen. Net zoals die boom dus. Kijk, als een boom een heel groot en mooi sterk wortelstelsel heeft gemaakt en er komt dan zo'n flinke storm langs. Ja, weet je, dan buigt de kroon gewoon mee in de wind. En daarna zet hij zichzelf gewoon weer recht neer. En dan is er niks aan de hand. En dat is ook wat er met jou gebeurt op het moment dat jij zorgt dat jouw aarding in orde is. Als er dan een storm langskomt in de vorm van een ruzie, een naargesprek of wat dan ook, dan buig jij gewoon mee en daarna veer je weer terug en je gaat niet om. Je blijft gewoon staan. Dat is waarom ik al mijn cliënten leer hoe ze moeten aarden en waarom ik ze ook echt aanmoedig om dat braaf elke ochtend te doen. Om op die manier aan je dag te beginnen. Want je kan je voorstellen dat als jij stevig staat en goed geaard bent, dat jij veel beter aan je dag begint als wanneer jij gewoon opstaat, rennend de douche in, je kleren in en hoppakee naar je werk en je doet helemaal niks. Weet je, als jij stevig in je schoenen staat, dan begin je gewoon stevig aan je dag. En dan kan je eigenlijk alles aan wat er gedurende de dag op je pad komt. Dus, ik hoop dat je hier wat aan had. Als je meer hierover wil weten of als jij met mij hierover zou willen oefenen, stuur me dan een e-mailtje op info@tobeinbalance.com of barbara@hsbondernemerscoach.nl. Ik sta je heel graag te woord. Als je dit een fijne video vond, dan zou ik het heel erg fijn vinden als je dat wil laten weten door middel van de commentaarsectie eigenlijk onder deze video. Ik dank jou heel hartelijk voor het kijken en ik wens jou een fijne dag en tot de volgende keer. Doeg!